Feyenoord-fans zijn woedend door deze beslissing van de KNVB. Dit weekend gaat Feyenoord op bezoek bij RKC in Waalwijk en Paul van Boekel is de scheidsrechter van dienst. De leidman ligt onder vuur vanwege zijn rol als VAR bij FC Twente tegen Feyenoord... ...waar de landskampioen een strafschop had moeten krijgen na een overtreding van Robin Prupper op Santiago Jiménez. Feyenoord verloor die wedstrijd in Enschede uiteindelijk met 2-1 en staat nu 7 punten achter op het ongenaakbare PSV. Supporters zeggen dat het een belachelijke beslissing is om Van Boeken aan te stellen en dat de bond een keer een fout moet toegeven. Vind jij dat de KNVB een fout heeft gemaakt met deze aanstelling of moeten we het verleden gewoon het verleden laten?